de zesde editie van het Wan Okasi Jiden Jiwani project van Stichting Matifutego is afgesloten. In de zaal van het Coote Charity gebouw vond vanmorgen de certificaatuitreiking aan 87 geslaagden plaats. 120 jongeren hebben deelgenomen aan dit project. First Lady Ingrid Boutersen, die dit project ondersteunt, reikte ook enkele certificaten uit. Het project had tot doel om met name psychische en taalbarrières te doorbreken. De stichting heeft dit project in 2014 geïnitieerd, toen bleek dat heel wat jongvolwassenen, tienermoeders, tienervaders en vroege schoolverlaters met enorme psychische problemen rondliepen. Door middel van counseling en gesprekstherapie heeft de stichting geprobeerd deze probleemjongeren te helpen. En het gaat hierbij om verschillende groepen. Kinderen met een deviantgedrag, kinderen die een persoonlijke begeleiding hebben genoten. Je hebt ook volwassenen, jongvolwassenen, tienermoeders, dus totaal één groep. Ze hebben 6 maanden lang persoonlijke begeleiding gehad en daarnaast hebben ze Nederlands administratie en communicatie gehad. En ook hebben ze een ICT-training bij Telesuur mogen volgen. En er hebben in totaal 120 mensen geparticipeerd, waarvan 87 zijn geslaagd voor ICT-training. En dat is helemaal gesponsord door Telesuur. De doelstellingen van de stichting is natuurlijk, het allerbelangrijkste is dat om de jongeren die eigenlijk niet weten om te gaan met conflict situaties, te helpen om met hun gevoelens om te gaan, terug te brengen in de maatschappij. We hebben ook als doel natuurlijk om zoveel mogelijk jongeren te motiveren om hun school af te maken. Zij dat niet hebben kunnen doen vanwege bepaalde omstandigheden. Weer die poes te geven, het geloof in eigen kunnen, het geloof van hier, je kan het. En terug gaan naar school. En dat is wel weer gebeurd, want we zijn hier erg blij, we zijn hier erg trots. Want de meeste participanten zitten nu weer op school, maar wel de avondmilo of avond in de geloof. Presidentsvrouw Boutersen stak de jongeren een hart onder de riem. Ze had ook begrip voor de thuissituatie van de jongeren die veelal de oorzaak is van het ongewenst gedrag. Ze prees de eenoudergezinnen waar veelal de moeders er alleen voor staan. Anderzijds riep zij de vaders op om hun verantwoordelijkheid binnen het gezin te nemen. Kinderen hebben aandacht nodig. Kinderen willen dat je met ze praat. Ze zijn nog jong, ze moeten nog leren. Als wij als volwassenen niet voor ze klaarstaan, dan gaan ze het ook niet redden. En de moeders, ik wil ze eigenlijk, natuurlijk zijn ze verantwoordelijk voor hun kinderen, maar vaak als je er alleen voor staat en je hebt meerdere jobs, je hebt 2 of 3 banen, als je thuis komt, heb je echt geen tijd voor aandacht aan je kind, laat staan quality time om met ze bezig te zijn. En daarom wil ik vragen aan jullie jongeren, jullie zien het voorbeeld thuis, maar het kan ook anders. En het gaat aan jullie liggen om een verantwoording, om een verandering daarin te brengen. Jij moet het willen. Het leven is te mooi. Je moet de moed niet opgeven. Je moet zelfverzekerd zijn en je moet willen te veranderen. Alles First Lady Ingrid Boutersen vandaag bij de certificaatuitreiking van het 6e Wan Okasi Jiden Jiwani project van Stichting Matifutego.